De voorzieningenrechter ziet de nadelige gevolgen voor verzoekster als gebruiker van de stint. Maar de minister mocht naar het oordeel van de voorzieningenrechter het belang van de verkeersveiligheid zwaarder laten wegen. Het kort geding over het rijverbod voor de stint was aangespannen door de eigenaresse van de Almeerse kinderopvang Het Kinderstraatje. Zij wilde dat het rijverbod met de stint opgeheven zou worden, omdat het ministerie, volgens haar, te weinig rekening hield met de gevolgen voor de gebruikers. Haar advocaat laat weten dat ze maatregelen gaat nemen. Voor mijn cliënten is het noodzaak om een aanpassing in haar bedrijfsvoering door te voeren voor langere termijn. Want het gaat nu wat langer duren, maar ze zet de procedure wel verder. Want zij wil wel ter gronde uitgezocht hebben in hoeverre het gelijk uiteindelijk aan de zijde van de minister is. De stint blijft in elk geval verboden tot het eind van het jaar. Als de uitkomsten van onderzoek naar de veiligheid van de stint bekend zijn, kan het ministerie opnieuw gaan afwegen of de stint de weg op mag. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft beloofd hierover zo snel mogelijk duidelijkheid te geven.